Het gebeurt niet vaak dat een tv-programma klaar op de plank ligt, maar toch onuitgezonden bij het grofvuil wordt gezet. RTL 4 deed dat in 2020 wel met het programma Joling en de Buitenlanders. De zender vreesde dat dit echt heel slecht zou vallen ten tijde van de opkomst van Black Lives Matter en besloot de boel terug te trekken. SBS 6 had er goed aan gedaan om hetzelfde te doen met Chateau Bijstand, nu de energiearmoede in Nederland alleen maar toeneemt door de oorlog in Oekraïne, zei showdeskundige Erin Bade afgelopen weekend in RTL Boulevard. Gisteren sprak hij Erika Meiland in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Erika, op donderdag brak de oorlog uit en de maandag erna gingen wij eruit, dus het was voor ons ook zo van, wat is dit allemaal? Om dan te zeggen, we gaan de hele serie niet uitzenden. Nee, dat vind ik niet. Chateau Bijstand is een serieus programma geworden, vindt Erika. We zijn echt voor het goede doel bezig en het is ook echt wel serieus. Kijk, in aflevering 1 zie je alleen nog hoe we hier wonen, dus dan zie je er nog niet veel aan. Bij aflevering 2 gaan we het huis inrichten en bij 3 beginnen we echt te werken voor de goede doelen. Ik denk dat de mensen gewoon eerst moeten gaan kijken. TV-kenner Rob Goossens, ook van RTL Boulevard, is na het zien van de eerste aflevering niet overtuigd. Ik vond het eigenlijk erger dan ik had verwacht en wat ook niet hielp was dat Rini van den Elzen de voice-over deed. Ik vind Rini echt top, maar die ironie maakt eigenlijk de wereldvreemdheid van Martien alleen maar erger. Er was één lichtpuntje, want we hebben Martien de afgelopen week natuurlijk al bij HLF 8 op zijn bek gegaan en nu hebben we gezien dat Erika er best wel realistisch in staat. Er is in elk geval nog één iemand in die familie die wel beseft dat het echt gewoon bijstandje spelen is. Rob, als nou aan het eind van deze serie blijkt dat Stichting Babyspullen helemaal door het dak gaat, heeft het toch nog iets moois opgeleverd. Dan is het prima, maar ik vond het echt helemaal niks. Collega Bridget Maasland, dan is het toch puur entertainment en dan heeft het toch niets met iets maatschappelijks verantwoord neer willen zetten te maken? Luc Ikink, misschien komt het nog. Ze zijn nog maar net begonnen. Bridget, dat kan ook.